hago la 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 la. Yo, kijkers en welkom terug bij een nieuwe FIFA 15 Ajax Career Mode. Ik ga even mijn opstelling laten zien. Ik zag namelijk een reactie op mijn opstelling. Nee, klopte. Ik had eigenlijk nog maar amper Ajax-spelers erin staan. Dus ik heb het omgegooid. Sivkovic staat nog in de spits. Fischer op links, buiten is ook nog... Nee, wacht, had ik Ola John staan. Daar staat nou weer Fischer. Die ga ik weer een kans geven. Serrero, centraal aanvallend middenvelder. El Ghazi rechtsbuiten. Blind en Anita zijn de centraal verdedigend middenvelders. Blind is terug, jongens. Daily Blind, die hebben we dus binnen. Van Damme staat hier nog op linksback omdat Boylissen geblesseerd is. Maar zodra Boylissen terug is, staat Boylissen daar weer. Veldman staat hier. Van Dijk ernaast. En Van Rijn rechtsback. En Sillissen op doel. Mijn wissels zijn Milik, John, Klaassen, Nabri, Zuma, Van der Hart en Viergever. Opvallend voor sommigen is waarschijnlijk dat Tielemans niet tussen. Tielemans ga ik even uitlenen. Doe ik dan niks mee nu. En ik ga Sinkgraven ook nog maar even uitlenen. Want ik heb Klaassen hier nog staan. In principe. Of nou ja, Sinkgraven kan ik denk ik nog wel houden. Nog. Ja, Sinkgraven kan ik in principe nog wel houden. Maar Tielemans kan in principe wel verhuurd worden. En dan gaat ze algemeen waarschijnlijk wat omhoog. Dus dat is een goed iets. Mijn Ajax carrière begon te veel op een fantasy voetbal te lijken. En ik werd erop aangesproken van een, op een reactie. Dus ik heb dat omgegooid. Verder even zien. Oh ja, ik zet Tielemans even te huur. Waar sta je, jongen? Daar sta je. Hij is toch nog pas 18. Toevoegen aan leenlijst voor uitleningsseizoen. Juist. En dan even kijken. Verder laken denk ik zo. Verder vind ik het prima. Sinkgraven houden we dus nog. We hebben Blind. We hebben Juist hem. Oké. Dan voor de A. Even kijken. Even gaan we hier naar kantoor. Gaan we de instelling doen. Ik mag van jullie terug naar professioneel. Ik ga hem wel 4 minuten zetten. Dus de video's van Ajax worden korter. Dat is het enige nadeel eraan. Maar ik speelde alleen maar gelijk. En jullie zeiden ook van het mag in principe wel weer terug naar professioneel nu. Dus dat doe ik voor nu weer even. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. Ik laat in ieder geval alles zien. En dan gaan we nu voor de spits. Ik heb een keuze. Of ja, een vaste keuze niet echt. Maar ik ga mijn zinnen voor nu zetten op Eto'o. En dan een groep gaat blij zijn. En een groep gaat het niet leuk vinden. Dat hou je toch altijd. Was ook zo geweest bij als ik Moussa wel ging halen. Maar zoals ik al zei, iedereen blij maken is onmogelijk. We gaan het contract geven naar Eto'o. Hij is 34. Ik geef hem even geen rol. Ik ga kijken of ik hem voor 2 jaar kan. En dan flikker ik er gewoon iets meer loon tegenaan. Stuur ik Eto'o deze aanbieding al. Ajax heeft echt interesse gehad in Eto'o en niet in Moussa. Dus dan ga ik toch voor Eto'o voor nu. Ik weet niet, dat lijkt mij wel lachen. Vandaar, we zullen zien of die daadwerkelijk komt of niet. Dat is dan het afwachten nu nog en dan zien we wel verder. Maar vandaar dat ik voor nu voor Eto'o ga. Ik wil niet alles... Ik heb dus ook mijn opstelling weer omgegooid. Ik wil niet dat het in een compleet fantasy voetbal gaat veranderen. We zitten pas in ons tweede seizoen. En dan zien we hier dat Moskou heeft afgewezen. Wow. Hun hebben een bod van een andere club geaccepteerd. Wablief. Nieuwe aanbieding sturen. Hoeveel dan? Hoeveel heeft die andere club geboden? Ook een gesprek met Everton. 11 miljoen. Dit is afgerekend. Ik ben een topspeler bij mijn huidige club. Ik zeg bedankt voor de interesse, maar zie alsjeblieft het aanbod. Oké, dan doen we dit. Dan doen we 2 jaar. En op een gegeven moment belangrijk speler is team. En we doen gewoon dit. Zoiets. Zoiets gewoon. Weet je. Op zich mag hij wel in het eerste komen. Hij wordt de mentor als het ware van Milik en Sivkovic. Die zijn bijna nog heel jong. Dus hij mag van mij wel in het eerste. In principe. Lijkt me dat nog wel oké. Verder. Mocht Eto'o echt niet gaan werken. Dan gaan we dus voor nog steeds voor Moussa. Hij heeft dus een bod van 11 miljoen.
is geaccepteerd. Dan moeten wij dus gaan overheen gaan met 11,5. Huppakee. Zo. Eens kijken of dit gaat werken. En dan zijn we hier bij St. Johnston. Waar we tegen moeten spelen. Op professioneel dus nu. Op 4 minuten. We hebben de vorige wedstrijd gelijk gespeeld op wereldklasse. We zullen zien. Wel met 6 minuten. Nu dus 4 en op professioneel. Dat lijkt een beetje op elkaar. We gaan gewoon ons thuis te nu. Gaan hier even wel wat dingetjes doen, denk ik. Wacht. Het was mezelf nog niet eens opgevallen. Maar het is dat iemand het zei in de reacties. Van Dijk heeft nummer 14. Dat mag niet. Dus dat gaan we ook even aanpassen. Ten nu nummers. Van Dijk heeft iemand nummer 6 of iets. Nummer 6 lijkt vrij... Nee. Van der Hoorn heeft 6. Maar Van der Hoorn die speelt toch nooit. Dus we geven Van Dijk nummer 6. Hachiki Dijk. En dan krijgt Van der Hoorn nummer 9. Oké, is prima. Vind ik helemaal goed. Zo. Dat is dan oké. En dan gaan we nou naar de wedstrijd toe. Spelen, juist. Wat reageert FIFA traag nou dan? Zo, hup. Hup. Tik, tik. Van Dijk gaat alleen niet spelen, want zo is hij uit vorm. We zetten eventjes... Zuma is ook uit vorm. Lekker bezig, jongen. Dan zetten we eventjes... waar sta je? Ben ik... Denzel. Jou zocht ik. Denzel erin. En we zetten... Geef Anita rust voor viergever. Maar verder kan alles op zich wel mee, denk ik. Ja, verder is het oké. Oké, we gaan met deze opstelling dus spelen. Let's go! Welkom dames en heren, we krijgen vandaag een beker. Oh ja, dit ding staat nog steeds op Nederlands commentaar. Dat is kut. We skippen dit even. Ja, Blind! Daily Blind! De aanvoerder geworden, direct. Want ik heb verder niet echt, vind ik, een type die aanvoerder kan zijn. Misschien is Blind ook niet echt een aanvoerderstype, maar ja... Ik moest toch een keuze maken. En dat is dus Blind geworden. Oh, kijk dit. Kijk, Fischer hier goed inlopen. Fischer, maak dit af, jongen. Hoppa, daar is de 1-0. Zo. En we staan voor op St. Johnston. Met Fischer op aangeven van Sivkovic. Scoort hij de 0-1. Fischer over de vleugel. Kan die ook nog een assist pakken? Oh, daar doorheen. Ah, nee. Oh, hij gaat liggen. Scheidsrechter fluit niet. Oh, mooi ingelopen. Daar is Sivkovic nu dan. Oh, hij schiet naast. Maar het is blijkbaar heeft de keeper ook geblokt. Of in ieder geval aan de bal gezeten. Hier komt de corner van El Ghazi. Die gaat naar Denzel. Denzel krijgt zijn kop wel tegen de bal, maar... Redding van de keeper. Sivkovic. Hoppa. Nee. Weer een redding van de keeper. We komen er aardig veel doorheen. Maar goed. Hier is een corner. Daar kunnen we niks mee. Wordt uitverdedigd. En dan is de aanval voorbij. Fischer. Oh. Wow. Wat een ego eigenlijk. Serrero, kunnen we nog iets? Ik ga gewoon schieten, fuck it. Dat is ver naast en over. En dan is het rust met de 1-0 voorsprong. Op naar de tweede helft. Blind geeft hem mee naar El Ghazi. El Ghazi, kan je dat nog binnenhouden? Ja. En dan komt er een tackle van corner. Oké, de corner van El Ghazi. Gaat hij hem goed geven? Gaat richting Denzel. Die kopt in de handen van de keeper. Bal naar Fischer, die staat hier mooi open. Hij schiet, wordt geblokt. Misschien had ik hem moeten afgeven. Van Rijn op de vleugel. Van Rijn. Kan hij hem goed voorgeven, de bal komt. Oh! Ah. Oh, het is ook buitenspel. Maakt niet uit dan. Wel jammer alsnog. Eigenlijk had hij dat er wel gewoon in moeten koppen, buitenspel of niet. Kijk wat een kans. Nou, dat laten ze niet zien. Daar komen wissels aan, ik zet Milik erin. Voor Sivkovic. En Nabri komt erin voor El Ghazi. Of krijgen we toch nog een verrassing? Nabri, heel veel ruimte hier op rechts.
We gaan. Ik zie daar iemand, dat is Fischer. De paas is net niet strak genoeg eigenlijk. En de scheidsfluit af en we winnen met 0-1. En daar hebben we ons gekwalificeerd voor de Europa League. En gaan we dus door naar de volgende ronde. Goed. We hebben drie berichten. We gaan eens kijken wat deze wedstrijdverplaatsing. Utrecht, Ajax is verplaatst naar 4 oktober. Sorry, een dagje. PSV, Ajax is ook verplaatst. En Ajax, Feyenoord is ook verplaatst. We gaan verder simuleren. En nog steeds... Oh, wat is dit? Vandaag de laatste dag om de... Oh. Oh ja, dit is er ook nog, hè. Eens even zien. De Vrij, Vlaar, Van der Wiel, Indy, Veldman, Bündner. Even kijken wie we gaan meenemen en wie niet. Waarom heb ik hier Dost? Ik ga iemand anders meenemen. Geen Dost. Gaan kijken bij de aanvallers. En even kijken. Dit zijn rechtsbuiten. Spits. Oké, wie gaan we meenemen? Luc de Jong. Sivkovic, jongen. Onze eigen Sivkovic. Dat zou kunnen. Zullen we dat doen? Gaat ze algemeen misschien nog sneller omhoog. Ha. Nee, laten we dat maar niet doen. We gaan eens even verder kijken. Oh, dan komen we alweer bij links buiten. Ach, dan laten we Dost ook maar gewoon staan. Ergens bij de Lens. Depay. Afelai, Blind, Stroomman, De Jong, Van der Vaart, Snijder, Robben, Pieters, Jan, Buettner, Veldman, Indy, Van der Wiel, Vlaar, De Vrij, Sillissen. Ik vind het eigenlijk wel best, joh. We nemen hem dan gewoon mee. We hebben nog steeds geen antwoord. Of van Eto'o en Moussa. Oh, daar komen de berichten aan. Gaat Eto'o nou een keertje akkoord? Nee, het is wel... Oh, ik mis een bericht trouwens. CSKA Moskou gaat wel akkoord. Ik voer dit gewoon in, waarom ook niet. Hup. Zolang we Eto'o geen bericht zien, dan maakt het niet uit. Elgazi, wat? Ik begin te twijfelen of ik weg wil of ik wel weg wil bij de club. Ik zeg niet dat ik blijf, maar ik ben wel minder overtuigd van weggaan dan toen we het de vorige keer over hadden. Ah, dat is mooi om te horen. Ik wil namelijk niet dat hij weggaat. Dan gaan we nou weer een nieuw contract onder de neus drukken. Zo, El Ghazi. Hij wil 2 jaar bijtekenen, 30.000. Dat is prima. Hij blijft sowieso altijd een belangrijke speler voor het eerste team. Huppakee. Dat moet toch goed uitpakken, zou je denken. Wedstrijd tegen NAC. We staan 9e, omdat het gewoon niet werkte in het op wereldklasse. Hij is nou professioneel. 4 minuten nog steeds. En we gaan dus door naar de volgende wedstrijd. Let's go. Of wacht even. Even de kalender checken. Hoe het zit met of we hier dichtop alweer een andere wedstrijd hebben. Dan hebben we een Interland. Oké, chill. Wat zijn dit? EK-kwalificatie. Oh, onze groepsfase in de Europa League is trouwens bekend. Laten we eens even kijken. Dat is wel interessant om te weten wie de tegenstanders zijn. Oh, dat kunnen we hier niet zien. Moeten we zo. Nederlands Beker, Copa Europa. Nee. Kom, ga door. Daar is de Champions Cup. Oh, wat reageert dit ding traag? Euroleague, oké. En dan gaan we onze groep zoeken. Daar, oké. We zitten bij Fiorentina, Kopenhagen en Legia Warschau. Oké, prima. Op zich moeten we daar doorheen kunnen komen. Maar voor nu een wedstrijd tegen NAC Breda. Here we go, tegen NAC Breda. In verband met vermoeide aanvallers heb ik Milik, Ola John en Nabri in de basis gezet. In plaats van Sivkovic, El Ghazi en Fischer. Ik zie daar Klaassen gaan. Klaassen. Oh, binnenkant paal. En dan zit hij erin. Klaassen maakt de 0-1 voor Ajax. Tegen NAC Breda. Huppakee, we staan voor. Zo doe je dat. Leuk geschoten. Leuk doelpuntje. Een beetje geluk, dat wel. Maar je mogen het ook eens hebben. Oh, de verdediging laat iemand lopen. Hij wou schieten, maar hij wordt nog net op tijd tegengehouden. Klaas met een solo. Wil hem meegeven aan Milik, maar die liep niet in en de paas is ook niet lekker. Maar we hebben een ingooi op een mooie plek, dus we zouden hier in principe nog wel iets uit kunnen halen.
moet er wel iemand zijn. Nou, we kunnen gooien. Dat is er nu. Van Rijn. Pas hem maar weer terug. We gaan naar binnen met Gnabry. Gnabry. Schieten, jongen. Schieten. Oh, wat? Oké, dat is jammer. Oh, kijk dit. Gnabry. Oh, loopt niet heel goed. Oh. En dat moet dan toch een corner worden, denk ik. Ja, corner. Oké. Okay. Goed. Blind die staat klaar om de corner te nemen. De bal die vliegt in. Milik zet zijn hoofd in de bal. Oh, de lat. Oh, wat jammer. En dan is het ook nog eens een rust. Maar we staan in ieder geval 0-1 voor. Op naar de tweede helft. Oh, dat is een mooie paas. Nak hier een aanval. Slijding. Oké, okay, gewoon een corner. Geen penalty, gelukkig. Corner voor Nak. Gaan ze er iets mee doen? Gaan ze er wat uithalen? Oh, ze houdt nog balbezit in de 16. Daar is een schot en die gaat over. Gnabry over de vleugel. Sneller dan de rest. Moet hier voorgeven. De bal gaat naar Milik. Weer niet, hè? Weer niet. Helaas, helaas, helaas. Ola John, geef die bal maar voor. Naar Sivkovic, ja. Nee, ook weer de lat en over. Wat is dat? We krijgen die bal er niet meer in. Oh, dat is toch... Wat is dat? Pech. Daar is Nak. Oh, nee. Oh, nee. Oeh. Schot geblokt. Corner voor Nak Breda. Hopelijk blijven we voor. Go keep. No, 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 no. Oké, hij gaat gewoon uit. Is het een ingooi voor ons? Nee, voor Nak. Nak nog steeds met kans om gelijkmaker te gaan maken. Van Damme. Ram die bal maar weg, Van Dam. Ola John neemt de hoekschop. Gaat eigenlijk naar niet. Oh, toch nog wel. Maar hij kopt over en naast. En dan fluit de scheids af voor het eind. En winnen we in ieder geval wel met 1-0. Gaan we verder. Hebben we onderhand al een bevestiging van een van de spelers. Eto'o of Moussa. Ik probeer het wel. We hebben hier... Nee, weer allebei. Ik wil een belangrijke rol in je ploeg dan je aanbiedt. Oké, dat kunnen we op zich regelen. We maken een cruciale speler eerste team. En gewoon weer die 90.000. Ik denk dat dit hem wel kan... Oh shit, ik heb 3 jaar gedaan. Dat is niet de bedoeling. Nou, wat gaat hij weigeren op die jaren, denk ik. Moussa heeft afgewezen. Dat is ook kut. 4 jaar. Toch wacht ik even of Eto'o misschien toch accepteert. We gaan hier dus mee door. Kom op Eto'o, reageer snel. Zo snel als je kan. Ik ben hier in top 2 in mijn eigen club. Kom op, man. Ga lekker moeilijk doen. Nee, ik kan hem dat ook niet geven. 90.000. 95.000 kan ik ook niet. 90.000. Gewoon weer die 1 jaar. 15. Cruciale speler. Is het team. Kom op, je wilt wel. Je wilt wel. Ik weet zeker dat je dat wil. Hij reageert in ieder geval snel terug, lijkt het op. Nee, nog steeds niet. Hij wil gewoon niet. Hij wil gewoon niet. Meer als dit kan ik niet doen. Cruciaal spelers team, 20%, 1 jaar. Meer kan ik hem niet geven. Ik ga dus ook gewoon salaris verhogen op Moussa dan maar. Want ik moet toch iets. 80.000, 4 jaar. Belangrijke speler, eerste team en 10%. Ik moet iets proberen. Ik heb een extra spits nodig. Iedereen die zei dat ik Eto'o, dat ik niet luister van Eto'o. Ik probeer het hier toch duidelijk. Maar hij wil gewoon niet. Gewoon echt niet. Wat is dit? De tering, gek. Ik ga mijn budget iets aanpassen. Ik heb meer salaris nodig. Zo. Zoiets. Hup. Oh, godsamme. Wat doen ze moeilijk. Gaan we weer. Eto'o. De 100.000, jongen.
15%. 1 jaar cruciale speler, eerste team. Dat moet hem toch over het streepje trekken, lijkt mij. Gaan we ook weer naar Moussa. Die had ik net 80.000. Gaan we 85.000 van maken. 4 jaar. Doen we ook maar cruciale... Nee, gewoon nog belangrijke spelen, eerste team. Iets moet toch lukken. Lijkt mij. Het moet toch kunnen. Kom op. Af, wat is dit? Waarom? Ik ben hem toch zo... Detectieve schrik. 110.000. En nou moet je toch wel echt een keertje gaan accepteren. Ja, vuile, vuile hond. Bloedhond. Ik probeer jullie blij te maken. Gaan we maar weer. Reden, ik woon hier met veel plezier. Oké. Okay. Cruciale speler, eerste team. 90.000. 4 jaar. Hup. Ik zal één van die twee krijgen. Jullie hebben die twee genoemd. En het zijn de laatste tijden van de transfermarkt. Kom op, kom op, kom op. En wie Moussa heeft geaccepteerd. En zelfs met 110.000 salaris. Accepteert Eto'o niet. Ik zeg, we gaan voor Moussa. Ik ga voor Moussa dan maar. Sorry Eto'o mensen. Maar alsjeblieft niet zeggen dat ik niet luister. Want dat heb ik ook gezien dat ik niet luister. Ik luister wel degelijk. Maar ik heb toch wel ook laten zien dat hij gewoon niet wil. We hebben in ieder geval Moussa binnen. En ja. Dan gaat hij onze spits worden. Ik heb hier ook nog fucking veel spelers. Hè? Een aantal worden gewoon niet verleend. Niet verhuurd. Hoe kan dat? Waarom gebeurt er niks met hun? Want even kijken. Status inderdaad. Kijk dan wat ik allemaal te leen heb staan. En het wordt... Nou, dan weet ik het anders gedaan. Dan gaat... Van Damme zijn plek gewoon verliezen aan... aan Riederwald. Die wil ik toch omhoog hebben. Ik wou het op zich via lenen doen. Maar als het niet via lenen gebeurt, dan doen we het maar zo. Moet toch iets, hè? Zo. Oh ja. En dinges is dus... anders krijg ik gezeik over zijn rol. Die moeten we dus erin zetten. En dan doen we hier... doen we Sivkovic zo. Hup. Oké. Dat is ons team nu. Verder ga ik niks meer halen deze transferperiode. Ik heb er toch geen geld meer voor nu. Dus we simuleren dit gewoon lekker door. Eto'o is een vieze hond. Dat hij niks accepteerde, hoe hoog ik ook ging... Maar ik moest toch ook mijn grens trekken. En Moussa ging akkoord. Dus dan gaan we Moussa. Prima. Oh. Transferaanbieding voor Famion Sporks leden. Dat vind ik op zich wel oké. Okay. Doe maar. Accepteer. Oh, we hebben er nog één trouwens. Wie? Oh, en dan wordt hij opeens verhuurd. Oké, prima. Prima, want zodra Boyles terugkomt, komt hij in de basis. En dan krijgt hij dan nog speeltijd. Nou, zetten we Van Damme nog maar weer tijdelijk terug. Waar staat hij dan? Daar. Zo. Hup. Hopelijk gaat hij het daar goed doen, Riederwald. En dan kan hij al na dit seizoen waarschijnlijk in de basis komen. Misschien wordt de rest ook nog verhuurd op het laatste moment. Speler verkocht. Nee, zo te zien niet. Ik leeg trouwens even deze mailbox. Ik heb veel te veel hierin staan. Zo, en dan gaan we het laatste uurtje door. En dan is de deadline dag verstreken. Tof. Ik zou zeggen, vond je dit een leuke video? Laat dan een like achter en deel het. Transfers achterlaten hoeft nou niet meer. Transferperiode is toch afgelopen. Dus ja. Ik bedank jullie sowieso voor het kijken. Tot de volgende video. Tot dan en laters.